Schietbal raakt steeds meer in onbin. Wordt verdrongen door spelcomputers en door skateboards. Maar is dit wel terecht? Tijd om de voor- en tegens van de schietbal weer onder te nemen. Door de ronde vorm is de skippiebal voor veel mensen bekend terrein. Want hij doet natuurlijk direct denken aan een bal. Maar kan je hem daarom ook gebruiken bij de traditionele balsporten. Bij basketbal kan de grootte van de skippiebal tot spelvertraging leiden. Maar er zijn andere mogelijkheden. Je kan natuurlijk ook skippiebowlen. Skippiepool. Boter, kaas en skippie. Met enige moeite bedachten we een nieuwe sport. Skippiemappen. Skippiebal heeft ook vele praktische aspecten. Lang zoeken naar je auto op een drukke parkeerplaats, dat is verleden tijd. De bel is kapot. En daar is ook de skippie voor. Ga hey, Timman. Alles goed. Kun je hem even openmaken? Maak hem open. Ja? Oké. Okay. En ook is de skippiebal een uitstekende manier om aandacht te krijgen van het andere geslacht. Hé, hey, wat is dat dan? De skippiebal. Als je een blind date hebt, hoef je nooit meer te kloten met anjes in je knoopzak, gekleurde jassen en meeting points. En dat dankzij de skippiebal. Wat zul je er hebben? Helaas is de skippiebal niet echt hot in de urban scene. In de hip-hop staan geen spelletjes, want we rap nog naar met de skippiebal. Wegwezen, camera uit, oprotten. Als de skippiebal gevuld is met lucht, zit hij uiterst comfortabel. En hoef je in de drukke stad nooit meer op zoek naar een zitplek. Hé. Hey. Zo man. En met die skippiebal kun je de allerbeste plekken zomaar uitkiezen. De skippiebal is niet alleen voor jongens. En met de skippiebal heb je nooit meer last van verdrinkingsangst. Ja,